De seksuele intimidatie die jij soms hanteert is een deel van de persoon waar zij naar opkijken. Dick pics. Nice. Yo mensen, ik ben hier echt in een rush. Ik heb hier Amerikaan gekocht. Jullie zien het. Het is eigenlijk een vegan Amerikaan van het merk La Vie est Belle. Het is allemaal handgemaakt in België. Super nice. Ik heb hier ook een speld baguette, allemaal van de Biovita. Een shout-out naar de Biovita voor de kortingskaart. Nice, nice, nice. Ik heb bijna geen tijd en ik weet zelf niet exact waar ik ben. Ik ben gewoon naar het chille spot gereden. We zitten hier in een soort wijk. Ik ga het jullie een keer doen. Een soort normale wijk. Ik dacht eerst echt een villa-wijk, maar het zag er hier echt ook nog redelijk marginaal uit. Dus ja. Die shit heeft gesmaakt. Nu nog een vuilbak zoeken om dat in te doen. En als de bliksem naar mijn werk. Ik moet nu zo'n opleiding doen, een opleiding van Basic Fit. Ik heb er totaal geen zin in, maar ik zie nog een paar collega's er even knokken. Dus ik denk dat het wel nog leuk gaat worden. Ik zou zeggen mensen, let's fucking go! Ik ben toegekomen op Blankenberg Skatepark. Hoppa. Yo. 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 Terug in de video. Sowieso. Yo kijkers. Yo. En, klaar voor de sessie? Ja. Alright, nog een shout-out naar iemand? Naar alle vrienden. Alright. Yes, de meeting was super saai. Ik heb me nog nooit zo hard geveild in mijn leven. Die shit was helemaal fucked up. Maar geen probleem, het is nu, hoe laat is het? 5 uur of zo. We zitten op skatepark Blankenbergen. De homies zijn hier ook al. En we gaan bij jou mixen. Let's go. Toon een keer wat je gekocht hebt. Ik heb hem van de bar van Rooselare. Oh, boerderbel, holy shit. Nice, hè? Nice. Opletten met die shit te eten, man, dat is heel ongezond. Alle kinderen hier rijden naar me weg, dus ik ga nog even wachten met de BMX'en. Ik ga nu even chillen en dan vliegen we erin. Ja, dat is nog niks, mensen. Check. Bloed, uitwendig.
Bloed inwendig. Oké, mensen, ik heb deze ochtend een bericht ontvangen dat me echt fucking hard heeft gechoqueerd. Ik ben het hier aan het zoeken. Ik ga de naam niet zeggen, want ze weet maar al te goed wie dat ze is. Ze is geflipt. Beste Benoit, ik zag je berichten op de groep van Vegan Youth of Belgium al een paar keer voorbij komen. Maar via een vriendin leerde ik je YouTube-kanaal kennen. Daar aangekomen was ik in eerste instantie geïnteresseerd. Altijd leuk om vegans te leren kennen via hun video. Maar na het kijken van een video van je, voelde ik me heel vreemd. Bijna beledigd. Ik keek een volgende en daar hetzelfde verhaal. Ik was gechoqueerd. En mijn eerste positieve indruk van je op de Facebookgroep was veranderd. De manier waarop je vrouwen, tussen haakjes of chickies, in beeld brengt, is iets wat vandaag de dag niet meer kan. Elke vrouw die je niet kent en filmt tijdens je vlogs, seksualiseer je. Is het niet in beeld door bijvoorbeeld de kont van voorbijgaande meisjes te filmen, dan is het wel in taal. Alsof elke chickie binnen een diameter van 500 meter bevindt een potentieel doelwit is om te versieren en niet veel meer. Met de droneshot waarmee je een groep meisjes besluipt, gaf me trouwens rillingen over mijn rug. Ik heb haar geconfronteerd met haar droneshot, dat was blijkbaar toch geen waar. Ze heeft daar al voor geëxcuseerd trouwens. Ik weet niet of je bewust bent van de impact van je gedrag. Jongens van 12 à 14 jaar die aan het begin van hun puberteit staan en erg beïnvloed zijn. Ze zoeken naar mensen om op te kijken naar een plek waar ze zich welkom kunnen voelen. Als je naar mij opkijkt, het enige dat je moet gaan doen is meer sporten en gezonder eten. Dus ja, zo slecht gedrag is dat weer ook niet. De seksuele intimidatie die jij soms hanteert is een deel van de persoon waar zij naar opkijken. Ik wil je vragen om hier even over na te denken. Ik benader je niet met slechte bedoelingen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Ik wil je gewoon iets duidelijk maken over iets waar je zelf misschien nog nooit hebt bij stilgestaan. Het is duidelijk dat je een kritische blik hebt op sommige aspecten uit onze maatschappij en je durft je daar ook over uit te spreken. Probeer dat misschien ook te doen als het om dit onderwerp gaat. Als blanke, heteroseksuele man ben je erg bevoorrecht in onze westerse wereld. Ben je daar bewust van? Als je het interesseert, zijn er een heel aantal interessante en geschreven artikels omtrent rapecultuur en seksuele intimidatie die ik je graag aanreik. Voel je niet beledigd door die woorden. De volgende afbeelding alvast al een voorsmaakje. Nog een fijne avond. Zoe. En dit is dus de piramide van de rapecultuur. Ik ben zeker een onderdeel van de rapecultuur. Dat heeft dus te maken met de rapegang, murder, verkrachting, stalking, dick pics. Nice. Ja, ik heb hier dan gewoon naar wat uitgescholden. En voor de rest wil ze alleen maar haar gelijk krijgen, zoals elke zot. Dus ja, een dikke fuck you naar jou. En wat denken jullie? Zijn mijn vlogs seksueel? Bullshit. Een dikke fuck you naar jou? Ik ga haar achternaam niet zeggen, want dat moeten jullie niet mee. Want anders gaat ze helemaal flippen.
Yo. Tot de volgende. Yo. 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 Vandaag was echt... Oh, fuck. Oh, een motto op me. Vandaag was echt een super chille sessie. Ik ga nu naar huis kijken als er daar nog iets te eten valt, want ik ram van de honger. Let's go. Yes, yes. Ik ben hier net thuis toegekomen. Ik wacht hier altijd nog bij de poort, want ik wil niet dat er een katje onder zit ofzo. Dus als ik de poort naar beneden doe, wacht ik altijd en kijk ik tot het laatste moment, zodat er geen katje onder zit, want bij iemand dat ik ken is dat gebeurd. Want Boef en Lijpen zitten nu nog buiten en die kunnen elk moment naar binnen komen, maar kijk eens aan, hoe schattig is Grimpy niet. Hey! Wat ben jij lief? Wat ben jij lief? Altijd superleuk om thuis te komen en deze rakkers, kijk eens aan, ze hebben zoveel fun. Hey Grimpy, wat doe jij op tafel? Wat doe jij op tafel? Kijk eens aan, ze hebben superveel fun. Zoals altijd, zoals altijd. Hey Leper! Chocola is er ook. De chocola. En ik heb ook een super nice bordje gemaakt. Ik ga het jullie een keer tonen. Misschien vinden jullie het ook gewoon ranzig, maar ik vind het echt lekker. Bloemkool, pindakaas, augurk en daaronder zit er ook nog rijst. Super nice combo. Klinkt echt raar, maar ik ga jullie verzekeren, die shit is super lekker. Ik ga jullie laten voor vandaag, want het is al laat. En ik ga gaan slapen. Na dat bordje eten natuurlijk. Ik hoop dat je van deze video hebt genoten. Like deze video, deel deze video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace.